Het kabinet gaat dik bezuinigen op de bijstand. En daarom zijn we vandaag in Den Haag. Want wat vindt u ervan? Goeie zaak. Dat is verschrikkelijk. Mensen zitten niet voor niks in de bijstand. Ja, je moet werken voor je brood, dat moet ik ook. Want als ze op hun ook nog beknippeld wordt, dat is gewoon zo onterecht. Ze helpen iedereen aan de kloten. En dat is het enige wat ze doen. Ik heb me daar niet zo in verdiept. Mensen moeten nu dan een tegenprestatie gaan leveren. Dus dat betekent gewoon dat ze moeten gaan werken voor hun bijstand. Wat vindt u daarvan? Daar vind ik wel een vorm van redelijkheid in zitten. Voor wat hoort wat. Ik ken genoeg mensen in mijn kring die zouden in principe moeten werken. Maar die liggen lekker in bed, 's morgens. Ja, ik verdiep me daar eerlijk gezegd niet zo in. Smiddags lekker naar de stad en relaxen. En dan dan zou je kunnen gaan werken. Ik heb vroeger ook in de buitenland gezeten. En toen heb ik ook veel zorgwerk gedaan. Ik vind het niet erg. Je mag er best wel iets voor terug doen. Hoort er gewoon bij? Ja. Ze moesten ze hier in Den Haag allemaal afschieten. En wie moeten ze afschieten? Heel de regering. Allemaal? Want ze deugen geen en ander. Wie als eerst? Ja, dat maakt me niet uit, want ze deugen geen en de deugdige in de einde. Nou. Laten we maar gewoon rustig met ze gaan praten. Toch weer gepiepeld door de PvdA. Ik zie dat heel anders. Het is een forse aanscherping van de bijstandswet. Als je vergelijkt met hoe de bijstandswet nu is en wat er nu aan extra verplichtingen aanscherping komt, dan hebben we het echt over een hele forse aanpassing. PvdA doet lekker mee. Ja, zeker. Helaas zien we dat niet alleen de Partij van de Arbeid, maar nu ook de christelijke partijen en D66 hun steun hebben verleend aan deze plannen die in mijn ogen leiden tot juist sociale uitsluiting, meer werkloosheid en armoede. D66 is toch een beetje het glijmiddel van deze coalitie op deze manier? Nou, wij zijn altijd op uit om onze plannen te verwezenlijken. En als dat lukt bij de coalitie, dan zijn wij tevreden met de akkoorden die we sluiten. Is de PvdA tevreden met het akkoord? Ja, we hebben gisteren afspraken gemaakt waar ik zelf namens de PvdA al heel lang op heb aangedrongen. Meer ruimte voor gemeentes om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden. En een nette oplossing voor de waarjongens die herbeoordeeld gaan worden. Maar er moesten andere partijen aan te pas komen om het voor elkaar te krijgen. Ja, dat klopt. Het mooie ervan is wel dat deze afspraken nu meer draagvlak in de Kamer hebben. Het wordt ook wel een beetje een kleffe bedoeling zo met die constructieve oppositie. Ja, weet je, ik ga er allemaal niet over. Ze mogen elkaar van mij allemaal aflebberen. Dat is het punt niet. Waar ik mij zorgen om maak en wat ik teleurstellend vind, is dat ze inderdaad elkaar vinden op deze, in mijn ogen, niet sociale wet. Iedereen moet een tegenprestatie leveren. Het moet ook een significante tegenprestatie zijn. Maar wat we hebben afgesproken met elkaar is dat hoe ze het doen, dat mogen gemeenten zelf bepalen. En als ze het dan niet doen? Nee, ze moeten een significante tegenprestatie leveren. Alleen als er sprake is van werk of reïntegratie, dan gaat het om iets anders. Maar iedereen is in principe verplicht om een tegenprestatie te leveren. Je moet zorgen dat mensen hier eerst 10 jaar aan een stuk gewerkt hebben. Je moet zorgen dat ze 10 jaar Nederlander zijn. En dan pas komen ze in aanmerking voor een uitkering. Zo streng, dan krijgt niemand meer een uitkering. Nou, zo streng, dat is denk ik heel normaal. Ga kijken naar Australië en Amerika, hoe de regels daar zijn. Dat vinden we heel normaal als wij er als Nederlander heen zouden gaan. Dan leren we ook nog vooraf, leren we Engels. Dus dan bereiden we ons voor. Dat gebeurt niet als je naar Nederland komt. We zijn hier met z'n allen knettergek aan het worden en de PVV stelt hele logische dingen voor. Bij de PvdA noemen ze nivelleren een feestje, dan is dit toch wel een gezellige borrel. Nou ja, dat is uw kwalificatie. Ik ben gewoon heel blij dat we deze aanscherpingen echt doorheen hebben. Echt VVD-beleid, echt liberaal beleid. En het is nu eindelijk een feit geworden. Ja, het is echt een ratje toe. Het is een rommeltje. Ze maken er een zootje van. VVD, PvdA en die oppositiepartijen die eraan meedoen. Ja, de enige oplossing is toch echt de PVV. SP is woedend. Dat heb ik nog niet gehoord, maar dat zal ik morgen in volle omvang over me heen krijgen in het debat. Want morgen gaan we het met elkaar over hebben in de Kamer.